Voor mij is duurzame ontwikkeling onlosmakelijk verbonden met de utopische traditie, met utopisch denken. Want we willen allemaal een duurzame wereld voor onze toekomstige generaties. Ooit ben ik als cultuurfilosoof afgestudeerd op de utopische traditie. En die traditie begint met het boek Utopia 1516 van staatsman van Engeland Thomas More. Wat Thomas More deed, hij vertelde over een reis naar het eiland Utopia, gesitueerd ergens in de Nieuwe Wereld. Maar dat was eigenlijk geen reisverhaal, het was een kritische beschouwing over het Engeland van zijn tijd, van de 16e eeuw. En dat is wat utopieën doen. Zij houden de samenleving een kritische spiegel voor, om uiteindelijk veranderingen te bewerkstelligen. Saillant detail, Thomas More als staatsman is uiteindelijk onthoofd. Het tweede boek dat ik graag wil aanbevelen is van Ton Lemaire, De val van Prometheus over de keerzijde van de vooruitgang. Ton Lemaire, bij wie ik ben afgestudeerd, is voor mij de belangrijkste cultuurfilosoof in Nederland in de moderne tijd. Gek genoeg moet Ton Lemaire niets hebben van het begrip duurzame ontwikkeling. Terwijl het mijn persoonlijke utopie die van de duurzaamheid is, ziet hij duurzaamheid als een wolf in schaapskleren, omdat het niet echt daadwerkelijk breekt met onze kapitalistische samenleving. Een samenleving die hij karakteriseert als het Rijk Absurdistan. Toch is hij wel een utopisch denker, maar dan omdat hij een dissident wil zijn in deze kapitalistische samenleving, in dit Rijk Absurdistan. Omdat voor hem de utopische verbeelding een manier is om naar alternatieven te kijken, een frisse blik te hebben en afstand te nemen van de kapitalistische samenleving. Het derde boek wat ik zou willen aanbevelen is De Utopie van de Vrije Markt van een andere Nederlandse cultuurfilosoof, Hans Achterhuis. Hans Achterhuis is juist bekend vanwege zijn jarenlange kritiek op utopisch denken. Omdat utopisch denken volgens hem heel veel slachtoffers gemaakt heeft als je utopieën letterlijk neemt. En dat zien we ook in de geschiedenis terug met het socialisme en het communisme van Mao. Zijn kritiek is dan ook gericht op Ton Lemaire en andere utopisch denkers. Maar op een gegeven moment maakt hij een belangrijke omzwaai. En die omzwaai is ingegeven door de kredietcrisis die we gehad hebben. En hij vraagt zich dan af van, ben ik niet blind geweest door alleen het socialisme te veroordelen? Maar is het kapitalisme ook niet gebaseerd op gewoon op een utopie? En dit werk begint hij met die analyse en in zijn latere werk in 2016, De Koning van Utopia, pleit hij zelfs voor een radicale omzwaai in denken en tegen utopieën om juist die kapitalistische utopie te doorbreken. Ton Lemaire en Hans Achterhuis zijn het uiteindelijk eens geworden dat we om de neoliberale kapitalistische utopie te doorbreken, dat we daarvoor een tegenutopie nodig hebben. Daarom ben ik zo vrij geweest om als vierde boek mijn eigen essay aan te bevelen. Dat essay heet De Utopie van de Duurzaamheidsbalans. Want voor mij zou een dergelijke utopie, dus een tegenutopie, juist gebaseerd moeten zijn op zo'n duurzaamheidsbalans. Daarvoor heb ik in dit essay alle Verenigde Naties conferenties over duurzame ontwikkeling van 1972 tot en met 2015 geanalyseerd. En wat dan opvalt is dat ze eigenlijk allemaal niet de doorbraak hebben kunnen bewerkstelligen die ze voor ogen hadden. Dat ze eigenlijk gewoon mislukt zijn. Maar wat het mij wel geleerd heeft, dat duurzame ontwikkeling meer is dan enkel milieu. Duurzame ontwikkeling is de balans tussen wat de Verenigde Naties noemt de drie pilaren van duurzame ontwikkeling. Namelijk de ecologische pilaar, de economische pilaar en de sociaal-maatschappelijke pilaar. De Nederlandse bibliotheken hebben de themamaand duurzaamheid gekoppeld aan de natuurverhalen van Jan Wolkers. Omdat Jan Wolkers echt geïnspireerd was door de natuur. Een dergelijke inspiratie heb ik ook. Daarom heb ik Henry David Thoreau zijn Walden or Life in the Woods uit 1854 als laatste in mijn top 5 toegevoegd. Walden heeft mij geïnspireerd omdat Thoreau daarin betoogt dat wij als mensheid de natuur nodig hebben, de wildernis nodig hebben. Dat er ook die mysterieuze natuur nodig is. Maar Thoreau kennen wij ook nog van een ander belangrijk concept, namelijk het concept van de burgerlijke ongehoorzaamheid. En ook dat concept heeft mij geïnspireerd, zeker als ik kijk naar de
klimaatacties, de klimaatstakingen van de jongeren van deze tijd. Die staken voor een beter klimaat en meer natuur. En daarop heb ik mijn utopische hoop gevestigd op deze jongeren.